En zo zijn de paarden dan in het hart van de laatste bocht. Achter Ian Stardus volgen dan nog de overige paarden. Zoals daar zijn Ideaal Boko, Ivana Europort en aan de buitenzijde daarvan Ilja Medo. Laatste rechte lijn bereikt. En het is nog altijd Iris Flevo die leidt. Paarden gaan de laatste 150 meter in. Iris Flevo, daar komt Isabella J.E. naar voren. En aan de buitenzijde Il Classico Renka. Isabella J.E. neemt de leiding over. Maar aan de binnenkant vecht Iris Flevo terug. En het is Isabella J.E. die wint het hier. Met op de tweede plaats Iris Flevo, derde Il Classico Renka. En waar komt hij aan, dames en heren? Daar komt ze aan, moet ik zeggen. Isabella J.E., een tweejarige dochter van Virgil Boko uit Ali J.E., gefokt door Ilke Kruijs en meneer Van der Haastert. Inmiddels dus eigenaar van Stal PD, getraind door Bas Krebans en vandaag gereden door Dickie Hof. En Dickie mag juichen, want die had natuurlijk een mooie gastritje hiermee. En Dickie, het paard doet het heel, heel goed. Ja, hij komt ook van mijn stal, dus is goed gefokt. Goed gefokt, dat is inderdaad, want dat is bij jullie. Maar is dat ook de reden dat jij hier de rijder van bent? Nou ja, Bas vroeg me de eerste keer al dat ik hem mag rijden. En heb ik hem hier een keer op Groningen gereden. En nou ja, vandaag mocht ik weer, dus ja, dat ging goed. Ging goed en het paard heeft toch een boel staan. Je maakt het op het laatste stuk toch sterk af? Ja, hij maakt het heel sterk af. We reden al wel hard verstaat en ik wachtte het eerst even af en toen zag ik dat Ruud de kop had. Ik denk, nou die krijg ik wel terug. En dan, maar toen ging ze eigenlijk, toen kwam Jeffrey al gauw en ja, die reed hard door en die gooide nogal op. Dus die rug kon ik niet zo goed houden. En, maar ze voelde goed aan tot de laatste bocht en maakt het goed af, zeggen ze dan. Maakt het goed af? Het is echt een tweejarige boel. Je verwacht je ook nog in die andere klassiekers? Ja, nou ja, dit is een echte tweejarige. Dat moet vandaag wel blijken, denk ik. Kijk, zien we dat we in de toekomst, want het paard wordt wat onrustig, dames en heren. Dan mag Dickie Hof mooi gaan voorrijden, want hij weet hij dus de Flevo Farm Talenten Stakes. En deze Isabelle is dus ook een talent, dames en heren. En u mag in de handen voor deze geweldige tweejarige. Ze wint hier samen met Dickie Hof de Flevo Farm Talenten Stakes. Meter. Start gevallen. De start begint eigenlijk foutief voor Ivo Baldwin, maar draaft nu wel, maar wel op grote achterstand. En ook Invictus die zal nog heel wat bergen moeten verzetten om de frontrank weer terug te kunnen vinden. Als de paarden de eerste bocht ingaan, is het Il Classico Renka die de leiding heeft genomen. Il Classico Renka die leidt met dichterbij aan de buitenzijde opkomend Iris Flevo. Dat zijn op dit ogenblik de paarden die betrokken zijn in de strijd om de leiding. Maar dat zijn niet de enige paarden, want ook Ideaal Boko meldt zich al in de frontrank. En we zijn voor de eerste maal in de rechte lijn voor de tribune, waarbij Ideaal Boko doordrukt en de leiding neemt. Zo gaan de deelnemers dan rechte lijn voor de tribune in. Maar dat is in Isabella J.E. Dat is de PD van dienst die we in het front zien. Niet lang meer, want daar komt Iris Flevo. En die heeft een volle lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats is het Isabella J.E. Daarachter volgt op de derde plaats Il Classico Renka. Zo gaan de paarden dan de laatste ronde in. En achter Il Classico Renka volgt dan de rest. Paarden in het hart van de Stadsparkbocht. Met Iris Flevo, drie lengte voorsprong, Isabella J.E. Daarachter volgt Il Classico Renko. Aan de buitenzijde is het nummer 4 van Ian Stardust. Zo zijn we aan de overzijde van de baan. En achter Ian Stardust volgt dan Ideaal Boko. Deze paarden worden gevolgd door John Dekker met Ilja Medo. En aan de staart van het veld Ivana Europort en de rest op achterstand. Paarden komen langs het gebouw van de GasUnie en gaan op weg naar de laatste bocht. Met aan de kop nog altijd Jeffrey Miras. Hij rijdt met Iris Flevo. Iris Flevo met twee lengte voorsprong. Isabella J.E. op de tweede plaats dan Il Classico Renka. Aan de buitenzijde volgt dan Ian Stardust. En zo zijn de paarden dan in het hart van de laatste bocht. Achter Ian Stardust volgen dan nog de overige paarden. Zoals daar zijn Ideaal Boko, Ivana Europort en aan de buitenzijde daarvan Ilja Medo. Laatste rechte lijn bereikt. En het is nog altijd Iris Flevo die leidt. Paarden gaan de laatste 150 meter in. Iris Flevo, daar komt Isabella J.E. naar voren. En aan de buitenzijde Il Classico Renka.
Lenka. Isabella J1 neemt de leiding over, maar aan de binnenkant vecht Iris Flevo terug. En het is Isabella J1, die wint het hier. Met op de tweede plaats Iris Flevo, derde Il Classico Renka.